Jullie komen net van het podium af. Hoe was jullie opening van het Jubilair-stage? Super leuk om te doen. Wel heel warm. De vinylplaat trok een beetje krom, maar het was heel leuk. Ik merk wel dat het rustiger is op de dansvloer, omdat het is gewoon warm voor de mensen. Dat is wel jammer. Ja, we zagen iedereen inderdaad wel lekker onder de parasol, maar wel lekker meedoen. Zeker. Hoe heb jij het ervaren? Ja, ook goed. Zeer genoten. Dus zeker. Kijk er zeker goed op terug, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ik zag dat jullie van vinyl afdraaien. Dat zie je niet zo vaak. Hoe zijn jullie daar zo bij gekomen? Was het echt al een hobby van je? Ja, zeker. Nee, laat ik het zo vertellen. Dat ik begon met draaien, had je alleen maar vinyl. Dus ik heb de hele revolutie nog met cd-spelers meegemaakt. Dus ik weet niet anders eigenlijk. En ik heb iets ontmoet en met vinyl en dat trok ons elkaar aan. En zo zijn we begonnen met elkaar. En ik heb een studio thuis. En zo hebben we een paar keer afgesproken. En dat klikte wel in de stijlen. En zo hebben we dat gedaan eigenlijk. Dus we combineren het een beetje af met cd en met vinyl. Dus. Oké, want voor jou is het natuurlijk wel anders. Jij bent niet helemaal met vinyl opgegroeid. Nee. Hoe is het bij jou zo erin gekomen? Dat ik bepaalde nummers of tracks, zeg maar, dat ik die vond. En ik dacht van, deze kan ik niet digitaal krijgen. En toen moest ik daarvoor een vinyl kopen, zeg maar, om zo maar te zeggen. En toen ben ik eigenlijk begonnen daarmee om te sparen. Dat denk ik ook voornamelijk omdat jij echt ook een oude stijl draait. We draaien wel voornamelijk best wel van plata. Ja, ik denk van 92 tot en met 2000 misschien, ja, max. En dat is vaak niet digitaal meer te krijgen. Dus dan moet je wel aan de vinyl. Dus we houden ons meestal wel een beetje in de oude stijl. Gewoon de oude house en dat soort dingen. Maar maakt jullie stijl ook uniek, denk ik? Zeker, ik denk het wel. Het heeft een bepaalde sound met wat oudere instrumenten, zeg maar, om zo maar te zeggen. En dat is toch wel anders dan wat je nu bijvoorbeeld hoort dagelijks. Ja, dus ja. Tegenwoordig wordt alles eigenlijk digitaal gemaakt. Ja. Vroeger nog analoog. Analoog, ja. Echt met allemaal synthesizers en mixers. En dat verschil hoor je wel heel erg in producties. Ja. Maar digitaal is eigenlijk soms te mooi, vind ik. Ja. Mag voor mij wel een beetje een rauw dingetje aan zitten. Maar, en mag wat grijs in zitten. Ja. Mag af en toe kraken. Niet overslaan, maar. Jullie hebben elkaar in 2020 ontmoet, had ik begrepen. Ik weet het niet. Ik heb het niet precies bijgehouden dat we elkaar ontmoet hebben, maar zoiets, ja. En jullie zijn vanaf 2022 echt samen gaan werken, klopt dat? Klopt. Ja, meer omdat ik zelf ook evenementen organiseer onder BIMJ Events. Gelijk reclame, hè. Ja. Toen heb ik Barry er een beetje bij betrokken omdat we altijd al samen draaiden. En dat vond ik juist leuk omdat onze stijlen wel goed bij elkaar passen. Dus zodoende, zeg maar. Ja. Ja, en Barry, jij organiseert ook evenementen? Ik heb heel veel evenementen georganiseerd. En we hebben onder andere Obsession Outdoor georganiseerd. Ja, ik heb zoveel dingen gedaan, dus als ik dat even moet opnoemen, dan staan we nog wel even een tijdje. Maar veel dingen gedaan, ja, georganiseerd, gedraaid. Veel Amsterdam, in Antwerpen, overal eigenlijk wel veel gespeeld. Nooit echt heel groot geworden, maar wel heel veel leuke dingen gedaan, zou ik maar zeggen. Ja. En Itz, hoe zien jullie de toekomst samen? Lekker blijven draaien samen, zeg maar. Ja, zeker elkaar inspireren, denk ik, om zo maar te zeggen. Ja. Super gezellig altijd. Dus daar gaat het ook om, zeg maar. Dat je het leuk hebt met elkaar. Denk ik. Ja. Ja, als je de plezier in blijft houden, dan moet je erbij doorgaan. Ja. Als dat over is, dan ga je een eigen weg. Maar het kan ook zijn dat we af en toe een solo spelen ook, hoor. Dus, dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. Hebben jullie nog specifieke projecten wat er aankomt? Of zeggen jullie van we zijn nu de festivals aan het doen? Ik ben volgende week nog een evenement, dat is Dijn en Slampen, maar dat draai ik dan toevallig met iemand anders. En voor de rest komt er bij jullie volgende wat evenementen aan. Na de zomer komt er bij ons weer wat evenementen aan. Dus daar zijn we nu ook al een beetje aan het voorbereiden. Dus dat is.